we gaan naar het KRW Impuls-programma. Twee sprekers, duo-presentatie vanuit het ministerie van INW. Jasper van Kempen en Paul Bakker. Jasper, jurist, plaatsvervangend programmamanager van het KRW Impuls-programma. En gepromoveerd op Europees waterkwaliteitsrecht, mede-auteur van het handboek emissietoets. Nou, daar komt wel veel samen, Jasper. En Paul, op mijn lijstje staat, jij bent gespecialiseerd in complexe lozingen. En nu dus coördinator van het van chemische water, het team chemische waterkwaliteit. Aan jullie het verhaal over de KRW-impuls, stoffen en proces. Dankjewel. Hoort iedereen mij goed zo? Ja, volgens mij is het een goede hoogte. Even kijken. Jurist van huis uit hoor, maar ik werk inderdaad nu als beleidsmedewerker bij het ministerie. En ik wil jullie graag meenemen in het impulsprogramma en de KRW, hoe we daarvoor staan en wat we er allemaal aan doen. Dan ga ik eerst een beetje uitzoomen ten opzichte van wat we hiervoor hebben gehoord. Want de KRW is natuurlijk veel breder dan alleen die afvalwaterketen en RWZI's. En daarna gaan we weer inzoomen en vooral ook aangeven waar we mee bezig zijn op het vlak van die afvalwaterketen. Dan ga ik dus deze dingen vertellen. Oh, ik kan hier meekijken, dat is handiger. Ja, ik even kijken hier. Ik zal tot en met puntje 3 doen en Paul gaat punten 4 en 5 behandelen. Ten eerste, als we het over de KRW hebben, is het wel handig om te weten waar we staan. Harm heeft er in de eerste presentatie al iets over gezegd. Kijken vanuit het impulsprogramma, wat een interbestuurlijk programma is, vanuit het ministerie en andere overheden, kijken wij met een brede blik naar de problematiek. En dan zien we dat we best wel heel veel doelen hebben. Als we alleen naar oppervlaktewater kijken, hebben we al 140 doelen. Dat zitten met name in die stoffen. En die doelen moeten in al die waterlichamen bereikt worden. En als we dat dan optellen bij elkaar, of vermenigvuldigen met elkaar, dat hebben we ook zo in de Tweede Kamer gemeld, hebben we het alles bij elkaar in Nederland over zo'n 100.000 doelen die we moeten bereiken. Eigenlijk al per 2015. Hè, 2027 hebben we nu over, maar dat is met gebruik van uitzonderingsmogelijkheden al. We hebben al de termijn verlengd. Nagenoeg maximaal. En die deadline van 2027 ziet dus op al die doelen. En er is ook wat positief nieuws. Hè. In het plaatje van Harm werd nog gezegd, wij zijn het slechtste jongetje van de klas. Nou, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Van die 100.000 doelen hebben we er ook minstens 3/4 al bereikt. Daarmee willen we absoluut niet de opgave bagatelliseren, want er is dus nog heel veel te doen. Maar het is ook niet zo dat alles alleen maar kommer en kwel is. Dat komt vooral die blik door dat wat we in de KRW-systematiek het one-out-all-out principe noemen. Dat je alles aggregeert naar het niveau van een waterlichaam. En dan ofwel je voldoet voor een waterlichaam aan alles, ofwel je voldoet niet aan alles. Maar als je niet aan alles voldoet, ja, hoe ver zit je er dan vanaf? Dat laat dat one-out-all-out principe en die kaartjes met alle rode kleuren helemaal buiten beeld. Dus wij proberen daar met een genuanceerde blik naar te kijken om ook duidelijk te weten van waar zitten dan nog de problemen. Nou, omdat we er nog lang niet zijn, zijn we begin vorig jaar een impulsprogramma gestart. Bovenop alles wat natuurlijk al decennia loopt in het kader van werken aan de KRW. Om met die partijen die er allemaal bij betrokken zijn, is de formulering alles op alles te zetten om toch nog in 2027 aan die richtlijn te kunnen voldoen. Dus het gaat ook, wat Sander net zei, sprak me heel erg aan van we hebben nog best wel veel te doen. En het gaat er ook niet om van dat we naar elkaar wijzen of dat we met elkaar benadrukken wat er allemaal niet kan. De insteek van het impulsprogramma is heel erg van wat kan er dan wel? En wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we dat samen doen om verder te komen? Dat is een beetje de filosofie daarachter. En dat valt uiteen in een aantal sporen en actielijnen, die ik niet allemaal in detail ga aflopen nu, maar ik neem jullie kort mee even in het overzicht en dan zal ik daarna inzoomen op de actielijn die gaat over stoffen en die is ook relevant voor die RWZI's en de afvalwaterketen. Ten eerste is het natuurlijk de problematiek niet alleen gericht op stoffen, maar heel vaak ook op allerlei inrichtingsmaatregelen. De inrichting van het watersysteem voor migrerende vissen, organismen die zich kunnen vestigen. Daar moet van alles gebeuren. Alles bij elkaar hebben we met de maatregelen voor stoffen en inrichtingsmaatregelen en generiek beleid en lokaal beleid zo'n 1800 maatregelen die we deze planperiode nog moeten nemen. En we zien dat we daar in vastlopen voor een deel. Een deel van die maatregelen voorzien we dat dat lastig wordt om die op tijd af te krijgen. Nou, wat kunnen we daar alsnog aan doen? Hoe kunnen we daar grip op krijgen met elkaar? Dat is actielijn 1. Afspraken of doen wat we eigenlijk al hebben afgesproken. Dan zijn er ook een paar maatregelen die nog niet heel erg zijn uitgewerkt. Dat zijn met name die maatregelen in het landelijk gebied. Ruimtelijke maatregelen die we daarin moeten invullen. Dat is bijvoorbeeld de beekdalenopgave. Daar zit die nadere uitwerking in. Die bewaken we ook via het impulsprogramma. En dat is natuurlijk een heel erg koppeling ook met het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de provinciale programma's, waar ook heel veel over te doen is. Van nou, hoe gaat dat nog verder? Maar daar zitten we ook vanuit het impulsprogramma bovenop. Actie 3 ga ik zo meteen wat verder op in, want dat zijn die maatregelen voor stoffen.
Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar de verankering van afspraken in regelgeving. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft vorig jaar een advies gegeven op een aantal vlakken om dingen sterker te verankeren in regelgeving. Een van de vraagstukken is, moeten we vergunningen nog wel voor onbepaalde tijd verlenen of niet? Kijken we ook naar. En natuurlijk, de tussenevaluatie is ook al eventjes genoemd. Eind dit jaar komen we naar buiten met, voor zover we komen, de beste prognose die we hebben over waar we dan precies uit gaan komen. Spoiler alert, dat wordt niet heel anders dan we al verwachten, maar dit is wel eventjes de meest actuele, beste poging die we samen met alle waterbeheerders doen om dat met elkaar in kaart te brengen. En niet alleen waar we uitkomen, maar waar we zien dat we er nog niet komen, wat kunnen we daar dan nog aan doen? Handelingsperspectieven. En het laatste spoor is de verantwoording. Oké, als je een doel niet haalt, hoort daar een uitleg bij. In sommige gevallen kun je nog een beroep doen op een uitzonderingsmogelijkheid van de richtlijn. En dan krijg je niet die Europese inbreukprocedure waar net even over is gesproken, als dat een goed beroep is op zo'n uitzonderingsmogelijkheid. Wellicht moet je in andere gevallen een ander soort verantwoording hebben. In Vlaanderen zagen we dat het een beetje buitenwettelijk gaat als het ware. Van oké, wij nemen gewoon meer tijd. Nou, dat zit niet als optie in de richtlijn. Maar blijkbaar is dat wel een spoor wat soms gekozen wordt. Dus kijken we ook nog naar hoe gaan we daarmee om. En die nationale rechtszaken zijn ook al genoemd. En om daar eventjes op terug te komen, dat werd net in de eerste presentatie neergezet als iets wat gaat spelen vanaf 2027. Maar dat is niet waar. Dat speelt nu al. Dat bleek ook wel uit het voorbeeld dat gegeven werd, de yoghurtfabriek van Vaas. Ja, dat speelt nu. Dus je kunt nu, en dat is ook in het verleden al gebeurd, rechtszaken voeren en verwachten rondom de KRW. Niet pas vanaf 2027. Daar bereiden we ons ook op voor. En een van de dingen die we daar doen heb ik net ook genoemd toen ik even mijn hand opstak. Hè, dat we bijvoorbeeld het handboek emissietoetsen nog eens een keer heel goed tegen het licht houden. Als we het over stoffen hebben. Dan hebben we natuurlijk een heel aantal bronnen waar dat uitkomt. En we hebben daar niet een precies inzicht in. Maar als we dat grofmazig op elkaar zetten van hoogste naar laagste aantal normoverschrijdingen. Is dit ongeveer de hiërarchie in problematiek. Dus dan zie je dat die RWZI's bijvoorbeeld niet helemaal bovenaan staan. Dat wil helemaal niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. Maar er zijn dus nog grotere bronnen van verontreiniging voor het watersysteem. Ik ga ze niet allemaal aflopen, maar we kijken dus naar al deze bronnen en kijken wat kunnen we daar nou doen. We hebben gezien dat er voor de KRW zo'n 122 stoffen genormeerd zijn per waterlichaam. 40 daarvan, of 42 daarvan voldoen we niet aan in de meeste waterlichamen. 30 daarvan moeten we in 2027 al aan voldoen. En die zijn in deze categorieën onder te verdelen. En wat we eigenlijk in actielijn 3 doen, is voor al die stoffen langs gaan lopen van wat kunnen we daar nou aan doen? Waar komt het precies vandaan? Wat voor maatregelen zijn er te verzinnen? En keuzes maken wat we dan ook gaan doen. En dat is in het kader van actielijn 3 van het impulsprogramma. Dat trekt mijn collega Ruud Teunissen, maar die kon vandaag helaas niet. Dus vandaar dat ik jullie daar ook even in meeneem. Daar wordt dus gekeken naar de hele keten van waar stoffen gebruikt worden, geproduceerd, gebruikt en vervolgens vrijkomen. En dan gaat het om het ontwikkelen van producten, het toelaten van stoffen tot de markt, het gebruik van die stoffen in productieprocessen en vervolgens het al dan niet zuiveren van wat je loost. En we zien als we naar die hele keten kijken dat die eigenlijk overal lekt. En soms werkt hij op de ene plek voor de ene stof en op een andere plek voor de andere stof. En het impulsprogramma en die actielijn 3 brengt dus al die lekken in kaart per stof en kijkt van wat kunnen we nou aan doen. En dan wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een actieprogramma chemische stoffen uit het water. En ik ga nou niet alle details daarvan behandelen, want dan zijn we heel lang bezig. Maar ik schets even de procesaanpak. Dus we hebben dit jaar bekijken we alle mogelijke maatregelen. Dan spiek ik heel eventjes wat ik daarover had opgeschreven, want dan had ik wat cijfers genoemd. Even kijken. Even met een hoofd 13 maatregelen voor het Rijk die we kunnen nemen. En 7 maatregelen die in de regio genomen kunnen worden. In totaal dus 20 maatregelen waar we nu op focussen voor al die stoffen. Als je het bijvoorbeeld over toelating tot de markt hebt, kun je kijken naar gewasbeschermingsmiddelen. Die worden nu, het gebruik daarvan is streng gereguleerd. Maar bij de toelating daarvan toetsen we nog niet aan de KRW-normen. Daar heeft onze minister en de minister van LNV toen nog ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar gaan we ook naar kijken hoe die toelating aan de KRW-normen kunnen toetsen. Als je het hebt over gebruiksnormen, zinken dakgrootte. Heb je bouwregelgeving voor nodig. Bron van belasting voor het oppervlaktewater. Wat kunnen we daaraan doen? En zo kijken we voor al die verschillende stoffen, al die verschillende sporen. Wat kunnen we daaraan doen? Nu zoeken we daar per actielijn of per actie, per stof een trekker voor. Van wie heeft de ambitie om die actie op zich te gaan nemen. En eind dit jaar besluiten we daar bestuurlijk over in het bestuurlijk overleg kaderrichtlijn water. Wat bovenop dat impulsprogramma gepositioneerd is, waar al die overheden bestuurlijk in samenwerken. Van wat zijn dan de dingen die we ook gaan doen? En dan gaan we dat doen in de resterende periode tot en met 2027.
en wat nodig is daarna nog. En dan nog heel even een kort stukje, deels beleidsmatig, deels juridisch. Als we naar die kaderrichtlijn water kijken, zitten daar een aantal verplichtingen in. Ik kwam net ook al even langs. En hoe relateert dat nu aan lozingen en lozingen uit de RWZI's ook? Dan is de jurisprudentie van de hoogste Europese rechter die zegt, je moet niet alleen die goede toestand bereiken en maatregelenprogramma's maken om daar naartoe te werken, cyclies. Maar dat heeft ook betrekking op elke activiteit afzonderlijk. Dus als er een project is en een lozing is een project, dan moet je als lidstaat goedkeuring van zijn project weigeren als dat project kan leiden tot achteruitgang van de toestand of het niet tijdig bereiken van die goede toestand. En dan gaat het dus steeds om al die stofjes, al die kwaliteitselementen waar zo'n project invloed op heeft. En dus het achteruitgangsverbod en die verbeterdoelstelling zijn dwingende randvoorwaarden om een project überhaupt doorgang te kunnen laten vinden. Zo zit het Europees rechtelijk in elkaar en de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, dat is een soort adviseur, heeft ook nog eens een keer gezegd dat het voor de drinkwaterverplichtingen die in die richtlijn zitten eigenlijk ook zo zou moeten gaan. Dan hebben we ook in de jurisprudentie invulling gegeven wanneer is er nou sprake van achteruitgang. Ik kwam net ook even langs. Dat is niet altijd als je een stofje loos heb je gelijk achteruitgang. Voor stoffen is er een norm. En dit blijkt ook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Als je in een situatie zit waarin je die norm nog niet overschrijdt, dan mag je best wel toevoegen, maar dan niet zoveel dat je dan die norm gaat overschrijden. Zit je in de situatie dat je de norm al overschrijdt, dan mag er geen voorzienbare concentratieverhoging van die stof zijn. En juist op dat laatste punt kijken we ook nog eens even goed naar, zit dat nou goed in het handboek emissietoets? De KRW biedt een aantal uitzonderingsmogelijkheden. Maar op deze verplichting zijn voor de lozing eigenlijk geen uitzonderingen mogelijk. Dit moet gewoon elke lozing moet hieraan voldoen. En je moet die lozingen ook nog eens een keer periodiek toetsen en zo nodig bijstellen. En juist op dit punt hebben we net een inbreukprocedure van de Europese Commissie gekregen. Dat we daar in Nederland in de wetgeving net niet voldoende hebben verankerd dat we dat ook moeten doen. En we zien natuurlijk ook in de praktijk dat we daar grote achterstanden in hebben. In het actueel houden van de randvoorwaarden waar lozingen aan moeten voldoen. En dit geldt voor alle lozingen, ook voor die RWZI-lozingen. En dan geef ik nu het stokje over aan Paul. Dankjewel. Ik heb tijdens de andere presentaties ook een beetje zitten meeschrijven. Jasper heeft dat ook gedaan, dus dat hoorde je, zag je net ook al even kijken wat er langskomt. En van tevoren, dus ik ga er toch alvast even iets over delen. Want van tevoren dacht ik, toen ik het hele programma dacht, echt wel een beetje van, hé jongens, wat gaan we nou krijgen? Hoe verschillend gaan die lijnen zijn die we hier gaan presenteren? En net tijdens de lunch hadden we het er even over. Toen dachten we, nou, de lijn die we nu zien in de presentaties langskomen, daar zijn wij wel soort van toch wel blij mee. Dus het is wel een beetje wat wij hoopten dat het zou zijn. Dus nou, dat is in ieder geval al een hele geruststelling. En bijvoorbeeld Sander die gaf aan, hij zegt van ja, we moeten onze verantwoordelijkheid pakken. Er is al heel veel gedaan. Nou, volgens mij vinden we dat ook met z'n allen. En tegelijkertijd moeten we ook constateren dat als we terugkijken naar het verleden, dat we misschien iets harder hadden kunnen lopen. Want de vraag die net langs kwam van, hey jongens, waarom zijn we 24 jaar geleden niet begonnen? Die is denk ik heel nuttig, heel relevant, heel leuk om te beantwoorden, maar daar heb je nu niks meer aan, want je kan niet terug in de tijd om het te veranderen. Dus we zitten nu waar we zitten. En dat betekent wel dat de urgentie die je ziet en de druk die erop komt steeds groter wordt. Ik heb Harm horen zeggen van, hey, de emissietoets is heel belangrijk voor alle relevante stoffen. Dus dat zijn alle KRW-stoffen, dat is stikstoffosfaat, maar dat zijn ook de andere relevante stoffen voor oppervlaktewater, want er zijn er veel meer. Ik heb dat door Simon nog zien bevestigen, die zegt van ja jongens, de emissietoets is niet optioneel en toch zie je dat die er op heel veel plekken ook nog niet is in de breedte. Dus nou, daar zit nog wel een verschil in, om het zo maar te zeggen, in praktijk en in wat we eigenlijk vinden dat het zou moeten zijn. Ik heb Hans Koning horen vertellen van, hé jongens, er is eigenlijk best wel heel veel mogelijk. Toen kwam er een vraag, waarom hebben we het dan nog niet gedaan? En daar, nou, dan hoor je aan de zaal een beetje van, hé jongens, daar zijn wel soorten van gevoelsantwoorden op. Maar die worden dan niet heel erg expliciet uitgesproken. Dus ik dacht, nou, ik ga dat in het begin wel alvast even delen. Want ik denk dat bij ons, bij het ministerie, wordt er vaak gezegd van, hé jongens, ze luisteren niet of ze doen er heel weinig mee. We luisteren heel graag, we proberen daar echt iets mee te doen, maar we zitten ook een beetje met dezelfde dilemma's die jullie hebben. Dat je zegt van ja, er zijn heel veel dingen die invloed hebben op uiteindelijk de beslissing die je neemt. En zo heb ik ook tijdens de lunch best wel veel, nou ja, gesprekjes daarover gehad. Zo van, hé, waarom doen we eigenlijk wat we doen? En ondanks dat we weten hoe het eigenlijk moet, waarom doen we het dan toch, nou, soortement van wel in die richting, maar net een beetje anders. Nou,
Dat even als, daar ben ik al bijna door de helft van mijn tijd heen, maar dat even als voorwoord, om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd was ook de vraag, kom nou met een aantal concrete dingen die je gaat doen, met ook daarbij gelijk het risico dat dat dus nog niet helemaal is uitgewerkt, dat we dus nog niet helemaal compleet het beeld hebben wat we precies willen of hoe we het willen gaan doen, dus dat het logisch is dat daar veel vragen over zijn. En dat we ook nog niet alle antwoorden hebben, omdat ja, het project, sommige van de projecten die we gaan doen, die moeten gewoon nog starten. Wat we gaan doen, we gaan eigenlijk twee dingen doen. Maar waar het begint is dat ons huidige stelsel ongeveer 15 jaar oud is. Hoe wij het in de wetgeving geregeld hebben. De omgevingswet is tussendoor natuurlijk gekomen, er zijn wel dingetjes veranderen. Maar de waterwet en de omgevingswet, dat was echt een systeemwijziging. En dat systeem is ongeveer wel zo'n beetje hetzelfde geweest. En toen hebben wij ook met BZK, die eigenlijk verantwoordelijk is voor het systeem van de omgevingswet. Ik zat even te kijken of dat iemand die ik daar, met wie ik daarover gesproken heb erbij is. Maar die is er niet, dus dat kan ik makkelijk vertellen dan. En die zei van ja, het is misschien wel eens tijd om eens te kijken of dat het systeem hoe we dat gebouwd hebben, of dat nou echt effectief is. Of dat het nou hetgeen geworden is wat we hoopten dat het zou zijn. En na 15 jaar is een prima moment om daar eens een keer goed naar te kijken. We hebben daar een Kamerbrief over geschreven. Een hele goede Kamerbrief. En dat mag ik zeggen, want Jasper heeft daar een hele belangrijke penvoerder, mag ik wel zeggen, toch? Ja, Jasper was penvoerder van die brief. En vanuit het team Chemische Waterkwaliteit, waar ik de coördinator van mag zijn, hebben we daar ook een aantal stukjes in opgenomen. En een van de dingen was dat we een beleidsevaluatie hebben aangekondigd, waarin we alvast drie onderwerpen genoemd hebben waar we aandacht aan willen besteden. De ene is de effectiviteit van de afvalwaterketen. Dus heel erg kijken naar het systeem. Ik ga daar zo meteen nog iets meer over vertellen. Een tweede, de impact van de afvalwaterketen. En als derde, een vervolg op de try-out pilot indirecte lozingen. Is dit jaar afgerond, heeft vorig jaar gelopen. Er zijn heel veel goede conclusies uitgetrokken. Wij denken dat dat heel nuttig is. Dat was met ondersteuning vanuit het IBP-VTH, vanuit INW. En wij gaan kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven. Op de bovenste twee wil ik even specifieker ingaan. En als eerste de effectiviteit van de regulering van die afvalwaterketen. En ik heb er maar gewoon een tegeltjeswijsheid bij gedaan. Dat het niet alleen gaat om de letter van de wet, maar ook echt dat je een keer goed kijkt van, hé jongens, wat hadden we ooit bedoeld dat we wilden bereiken toen we het opschreven. En als je daar 15 jaar later dan nog een keer naar kijkt, kan dat best wel heel anders zijn uitgepakt wat je bedacht hebt. Dus we kijken daarbij naar een brede beleidsevaluatie en voorbeelden daarvan die daarin zouden kunnen terugkomen, maar zeker niet uitsluitend, want het is nog niet helemaal in beton gegoten. Zijn bijvoorbeeld de tijdelijkheid van besluiten. Jasper noemde net al de ingebrekenprocedure die wij ook vanuit Europa hebben gehad. Nou, dat is een heel goed steuntje in de rug. We hadden het ook al wel bedacht dat we daar iets mee wilden gaan doen om daar een keer goed naar te kijken. Dus daaraan vasthangend het bezien van de vergunningen. Met de komst van de waterwet hebben we dat helemaal losgelaten. Hebben we gezegd dat moet je gewoon regelmatig doen. En we gaan ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om dat ook te doen. Nou, we zijn best wel een tijdje later en wat je merkt is dat sommigen dat heel goed doen en anderen gewoon vanaf dat moment helemaal niet meer gedaan hebben. Dus het is goed om daarnaar te kijken. En aan de andere kant, als je bijvoorbeeld zou zeggen van, hé jongens, we gaan alle vergunningen tijdelijk maken en er zit een einddatum op, dan wordt dat bezien wat minder relevant, want dan moet je op een gegeven moment gewoon je hele vergunning elke keer helemaal opnieuw beoordelen. Dus daar zit ook een afhankelijkheid in van elkaar. We gaan ook kijken naar de effectiviteit van de algemene regels. We hebben net natuurlijk een nieuw kabinet. Je ziet daar ook altijd golfbewegingen. Hè? We willen alles naar de markt, alles weer zelf doen. Nou, alles dereguleren, alles weer zelf reguleren. Ook in die beleidsevaluatie willen we kijken van, hey, op de plekken waar we nu algemene regels gesteld hebben, werkt dat nu allemaal? Zijn er plekken waar dat niet werkt of zijn er plekken waar we dat kunnen aanvullen? En daar willen we gewoon in de breedte ook naar kijken. En er zijn natuurlijk allemaal mensen, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen, die daar dan gelijk voorbeelden in hun hoofd hebben of hele goede ideeën bij hebben. Dat is allemaal heel erg goed. En tegelijkertijd, we gaan die evaluatie dus vrij breed opzetten om niet met heel veel vooraf gaande bepaalde meningen of uitgangspunten daarin te gaan, waarmee je dus ook jezelf heel erg beperkt in
in je denkwijze, in de ruimte die je daarvoor neemt. En ja, ik heb me onderop gezet, maar we gaan ook kijken naar de bevoegdheidsverdeling. In hoeverre die nu uiteindelijk uitwerkt op de manier zoals dat we wilden en of dat effectief is, hoe het nu geregeld is. Ik heb het volgens mij al 5 keer gezegd, maar ik heb het ook nog even voor de zekerheid op de sheet gezet. Het is work in progress. We hebben er ook een planning bij. We willen dit jaar het evaluatietraject verder vormgeven. Dus qua tijd, wat willen we daarin meenemen? Hoe willen we het gaan doen? Dan willen we in 2025 willen we de evaluatie gaan uitvoeren met alle partijen samen. Om te kijken van, hé jongens, waar komen we nou op uit? Zodat we het in 2026 kunnen effectueren. En dat is ook weer heel relevant voor de KW. Want op het moment dat daar onderdelen uitkomen dat je zegt, ja, je hebt echt een aanpassing nodig om te gaan voldoen aan de KW, ook op beleidsmatig gebied, dan moet dat in 2026 wel geëffectueerd worden. We gaan het natuurlijk samen doen met alle betrokken partijen. In een heel breed proces. We gaan daar iedereen heel nadrukkelijk bij betrekken. We gaan dingen niet zomaar doen. Dat zijn jullie van ons gewend. Dus we gaan iedereen daar heel nadrukkelijk bij betrekken. Om dat verder vorm te geven. Het tweede traject waar ik even aandacht wil vragen is het onderzoek naar de impact van RWZT's op de KW-doelen. Dan ga ik even mijn telefoon weer onlukken. Want daar heb ik namelijk ook al wel een aantal dingen over gehoord. Op een of andere manier zegt iedereen van, ja jongens, die emissietoetsen zijn nodig. Want daarmee krijg je zicht, daarmee krijg je een beeld van hoe de huidige situatie is. In de brede situatie, dus niet alleen voor stikstof en fosfaat, maar voor een hele brede groep aan stoffen. En we hebben het idee dat zicht nu onvoldoende is. Of in ieder geval niet compleet, laat ik het zo zeggen. En dat geldt dus zowel voor de KW-stoffen als ook voor de overige relevante stoffen. En daarom hebben we gezegd van, nou ja, er zijn dus al heel veel goede initiatieven. Ik noemde net ook al de try-out indirecte lozingen. Ik ging trouwens ook even in mijn geschiedenis googlen en toen kwam ik erachter dat 10 jaar geleden er ook een pilot indirecte lozingen was bij de DCMR. Die ongeveer dezelfde opdracht had. En waar ongeveer dezelfde conclusie uitkwamen. Nou, dat was 10 jaar geleden. Dus ik denk dat we ook vooral goed moeten kijken van, hé jongens, wat hebben we allemaal al in het geleerd in het verleden? Wat kunnen we eruit halen en hoe kunnen we dat nu verder gaan vormgeven? En wat eigenlijk de conclusie is, is dat een volledig, maar ook een uniform inzicht op die effecten die RWCT's hebben op het behalen van de KW-doelen, maar in brede zin op de impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater, is nodig om daarna ook te kunnen kijken van, hey, wat zijn dan je handelingsperspectieven? En die handelingsperspectieven die worden heel vaak gezien als zijn er, dan moet ik waarschijnlijk wat gaan doen. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om hiermee te gaan zeggen van, hey, jij moet wat, of jij moet wat, of jij moet wat. Maar zonder inzicht, zonder op hetgeen waar je het eigenlijk over hebt, kan je dat gesprek helemaal niet aangaan. Dus het is een stap, een eerste stap in een proces waarvan wij merken, en wat we vandaag hier ook gehoord hebben, waar best wel veel behoefte is. En waar wij hopelijk dan een stukje mee kunnen helpen om dat verder te brengen. Wat we daar in de planning in ieder geval willen doen, is dat we dit jaar een landelijke werkgroep voor willen gaan oprichten. We willen dan dit jaar ook werken aan een uniforme methode om die RWSD's te kunnen beoordelen. Nou, we hebben er voor een deel al een presentatie over gehad. De emissietoets zal daarbij het uitgangspunt zijn, want die is niet voor niks verplicht. Die moeten we niet voor niks allemaal gebruiken. Dus waar die nog niet is uitgevoerd, zullen we gaan kijken van, nou, dan gaan we dat doen. Dat willen we doen voor de hele breedte van stoffen die op dat moment gemeten zijn. Voor de stoffen waar nog geen analysegegevens zijn, maar waarvan we wel met elkaar hebben beoordeeld op een gegeven moment, ja, die zijn relevant. Nou, dan heb je een witte vlek te pakken. Dus dat wil niet zeggen dat je gelijk van alles moet gaan doen. Maar het zegt wel iets over de mate van inzicht die je hebt op een bepaalde RWZT. Natuurlijk gaan we rekening houden met specifieke eigenschappen. We hebben deze 315, 316 geloof ik. En als je dan het gesprek aangaat, dan zijn er altijd een stuk of 25 allerlei hele bijzondere situaties die dan naar boven komen waarom je zegt het systeem werkt niet, want, en dan komt er iets heel exotisch naar boven. In het overgrote deel van de gevallen werkt die wel gewoon. En kan je hem wel gewoon goed uitvoeren en geeft die wel goed inzicht op de plekken waar je uiteindelijk met een bijzondere situatie te maken heeft, geeft hij nog steeds dat inzicht. Alleen moet je vervolgens heel goed kijken, wat ga ik doen met dat inzicht? Want je kan dat niet zomaar vertalen naar een opgave. Dus dat is denk ik een belangrijk onderdeel van het traject wat na dat inzicht komt.
En wat we daar in die uniformiteiten ook dus moeten gaan bepalen is van, hé jongens, welke stoffen gaan we allemaal meenemen? Dat zijn in ieder geval de KW-stoffen, maar er zijn meer oppervlaktewaterrelevante stoffen. Hoe ver gaan we daarin? Dus waar zetten we de grens? Want we gaan ook niet, ja, we gaan het niet voor 100.000 stoffen doen. Stukje planning. Uitvoering van de emissietoetsen, daar gaan wij zeker heel veel partijen voor nodig hebben, want dat is gewoon heel veel werk. Iedereen die dat hier gedaan heeft, zeker als je hem gaat doen in de breedte met heel veel andere stoffen, weet je gewoon, dat is best wel veel werk. Dus wij zullen daar zeker allerlei partijen voor nodig gaan hebben. Dat willen we in 2025 doen. En wat we in 2025 ook willen doen, en dat stond ook op een sheet van Jasper, is dat we willen gaan kijken naar een toolbox met handelingsperspectieven. En die zitten dus heel erg op die ontwikkeling van stoffen, op de toelating en normering van producten en hoe je daarop kan sturen op het produceren en het gebruik en op het zuiveren. Dus het zijn al die onderdelen die onderdeel moeten zijn voor die toolbox, waarbij je op basis daarvan eigenlijk per situatie kan bekijken, oké, wat is de delta waar we, wat is de opgave en hoe kan je daar het beste mee omgaan om die te gaan invullen in een specifieke situatie. Maar dat betekent dus wel dat we 300 zoveel emissietoetsen gaan doen, dat we 300 zoveel, als er een opgave is, hè, dat we 300 zoveel plannen krijgen met een opgave waaruit de toolbox allemaal maatregelen in komen te staan. Dus aan de ene kant is dat heel erg nodig, het stapje erbij doen. Om echt die verbetering te maken. En aan de andere kant, en dat voel ik ook heel nadrukkelijk, is het iets waar je een beetje tegenaan hikt, omdat het gewoon heel veel werk is. Je weet niet per se wat eruit komt. Misschien valt het best wel tegen en is er nog een hele grote opgave. Ja, die onzekerheid die is er nog en die voel ik ook heel nadrukkelijk. Die hoor ik ook vaak bij de partijen van, hé jongens, hou daar nou rekening mee, want we maken ons daar wel een beetje zorgen over. En dat moet uiteindelijk leiden in 2026 tot een aanpak, tot een plan voor een RWCT. En uiteindelijk is dat voor ons ook wel relevant, want mochten we op een gegeven moment in 2027, 2028 gaan uitleggen wat wij allemaal gedaan hebben met de KW en waarom we op sommige plekken misschien nog niet helemaal voldoen, doe ik een beetje positief, zet ik hem in. En zij vragen, ja jongens, en wat heb je dan beoordeeld bij de RWCT's en hoe heb je gekeken naar die impact en wat heb je daar allemaal op gedaan? En dat je zegt, oh ja, kijken naar de impact van een RWCT, ja, dat is best wel een goed idee. Ja, dat is niet zo'n goed verhaal. Dus dan moeten we echt al wel een stuk verder zijn. En als mensen dan zeggen, ja, daar hadden we 20 jaar geleden mee moeten beginnen. Ja, dat is helemaal waar. Maar we zijn nu. Dus we gaan er nu mee beginnen. En we gaan in ieder geval dit jaar en volgend jaar een project opzetten om alle waterschappen, RWCT's, waterbeheerders, maar ook gemeentes daarbij te betrekken voor de indirecte lozing natuurlijk, om ze te helpen om dit verder vorm te geven. Ruud Teunissen werd net ook al even genoemd, maar ik heb nog twee minuutjes. Want Ruud Teunissen die kwam net, die stuurde gisteren nog een mailtje en die zei, ja, maar je moet wel met een emo-vlammend betoog eindigen. Want dit is toch een beetje het moment waarop je echt, zeg maar, je verhaal kan vertellen. Dus deze sheet was al klaar, maar ik heb er nog even wat onder geplakt. Er zijn volgens mij superveel goede initiatieven. Er wordt al heel veel gedaan. Er moet een stapje bij. Wat wij ook merken is dat die initiatieven vaak in bepaalde gebieden plaatsvinden, maar daar moet echt een gezamenlijke aanpak voor komen. En wij zien ons als INW ook wel verantwoordelijk om daarin heel erg te helpen om die gezamenlijke aanpak vorm te geven. Er zijn nog allemaal onderdelen die nog nadere uitwerking nodig hebben. Dat kan je zien als een risico, maar ik zou ook vooral oproepen, zie dat als een kans. Want dat geeft dus ook nog mogelijkheden om allerlei dingen aan te passen. Dus denk daar vooral op mee, want nu kunnen we het nog verder gaan vormgeven. En als laatste, ja, knelpunten die steeds genoemd worden. We hebben natuurlijk over kennis, over capaciteit. Dat zijn hele belangrijke knelpunten. Daar willen we ook graag in helpen. En tegelijkertijd, ja, we zien ook een beetje hoe de politieke wind erbij hangt, zeg maar. Vanuit ons, en dat is een beetje persoonlijk. We gaan niet in één keer verdubbelen in de aandacht voor het milieu, om het maar even heel erg plat te slaan. Dus daar moeten we ook wel een beetje realistisch in zijn.
En wat zijn eigenlijk zijn hartekreet was, die hij had meegegeven, zo van, hé jongens, laten we dat nou oppakken in een gezamenlijk uitvoeringsplan, dat we er gezamenlijk aan gaan werken. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop wij zometeen een goed verhaal naar Europa hebben, maar dan helemaal even terug te pakken. We doen het niet voor Europa, we doen het namelijk omdat we het zelf beter willen maken en dat ook goed willen kunnen uitleggen uiteindelijk naar Europa. En dat was mijn verhaal. Nou, die paar minuten extra die is je vergeven, want volgens mij heb je meteen een hele goede samenvatting gemaakt van wat ik anders zou moeten zeggen. Dus daarmee heb je mijn rol een stuk makkelijker gemaakt. Maar dankjewel voor jullie presentaties over het KRW Impulsprogramma. Ik ben toch even benieuwd, hè, want de knelpunten worden genoemd. Ik had het in mijn introductie over, ik hoop dat we ambitieus zijn, ik hoop dat we realistisch zijn en heel erg resultaatsgericht. Maar op dat realistische zit, merk ik vaak de vraag, ook vanuit de waterschappen. Ook als ik jullie verhaal zie, denk ik, ja, dit wil ik allemaal. Tegelijkertijd is die capaciteit, is er één die ik heel nadrukkelijk terug hoor. En we gaan het straks nog over de visie waterketen hebben. Je zei, Paul, van daar willen we aandacht voor hebben. Wat betekent dat dan, aandacht voor hebben? Ja. Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk dat wij met de projecten die we hier neerzetten heel nadrukkelijk zeggen van, nou, we zien dat het lastig is, dat er een stuk extra hulp nodig is en we zijn bereid die te bieden. Dus dan gaan we het echt, nou ja, wat heel vaak gezegd wordt, pak nou eens een keer de regie, ga nou eens echt helpen. En tegelijkertijd wil je het niet overnemen, want dan gaan allemaal mensen zeggen, ja, maar dit is mijn pakje aan, waar bemoei je je mee? Dus dat is ook altijd een balans. En ik denk dat als het gaat over het beschikbaar stellen van voldoende kennis en capaciteit, kijk, wij kunnen helpen met de kennis, maar wij gaan niet over de capaciteit. Dat zijn voor een belangrijk deel, bijvoorbeeld voor de omgevingsdiensten, zijn dat de provincies en de gemeentes die dat bepalen. Dus wij kunnen zeggen van, hé jongens, zorg nou dat je daar voldoende capaciteit voor hebt. Regel dat nu, ga daar nu mee aan de slag. Maar het zijn wel uiteindelijk die partijen die de opdracht geven aan bijvoorbeeld de omgevingsdienst om te zeggen van, hé, wij vinden het zo belangrijk, dus we gaan hier zoveel middelen voor beschikbaar stellen. En dan als je het aan mij persoonlijk vraagt, want als INW hebben we daar natuurlijk ook een rol in, maar ik kan geen bestuurlijke uitspraken doen, dus ik kan niet iets zeggen over, we zouden daar als INW wel of meer of minder of meer moeten doen. Dat zijn echt dingen die bij onze bewindspersonen vandaan moeten komen. Ja, dankjewel. Ik denk dat we er zo bij de visie waterketen ook nog wel op terugkomen. Want de capaciteit gaat op heel veel vlakken. Ik denk ook aan de gewone uitvoeringscapaciteit. Ik begrijp me altijd gelukkig dat ik bij een overheid werk die nog enige uitvoeringskracht heeft. Tegelijkertijd maak ik me daar zorgen over of we dat vol kunnen houden richting de toekomst. Dus daar zit echt wel een puzzel. Ik kijk naar de zaal. Wie heeft er brandende vragen naar dit verhaal? Ja. Paul Versteeg van Rijnland. Hebben jullie bewust gekozen voor de afvalwaterketen bedoelen, of bedoel je de hele waterketen, inclusief drinkwaterbedrijven, in jullie studie straks? Ja. We hebben nu bewust even gekeken naar de afvalwaterketen. Met daarin, wat daar dus in zit, zijn dus alle indirecte lozingen, riolering, RWZT's lozingen, maar ook directe lozingen. Dat is het gedeelte wat wij zien als de afvalwaterketen die we nu willen gaan beschouwen. Ja, je kan ook andere onderdelen meenemen als drinkwater, maar op het moment dat je elke... dat is net als Lego, je kan er elke keer een blokje bij bouwen en dan kan je oneindig blijven doorbouwen totdat je de hele omgevingswet gaat beschouwen. Dus je moet ook ergens een knip leggen. Dus drinkwater zit er niet in. Maar in het impulsprogramma zit natuurlijk alles. Hè. We kijken naar die 42 stoffen en er zit geen taboe op de bron of zo, of de route. Waar een actie nodig is, gaan we een actie verzinnen met een actiehouder. Achter in de zaal. Ja. Peter van der Werf van het waterschap Drentse Overijsse Delta. Vanochtend is eigenlijk verteld dat de emissietoets één van de methoden is om bijvoorbeeld een achteruitgang in waterkwaliteit te bepalen. Jullie hebben het alleen maar over de emissietoets, waarschijnlijk omdat die ergens is vastgelegd, juridisch. Hoe kan je een goede afweging maken van wanneer er achteruitgang in waterkwaliteit optreedt? En hoe kun je die andere methoden die heel erg gangbaar zijn, bijvoorbeeld in beleidsafwegingen, beleidskeuzes, mee laten wegen in de emissietoets? Want daar zit denk ik de knelpunt van waar we hier allemaal tegenaan lopen. Ja,
Nou, het is niet zo dat wij voor die emissietoets gaan omdat die is vastgelegd. Maar we hebben er wel wat vertrouwen in, omdat dat bij ons weten de beste methodiek is om dat inzichtelijk te maken. En dat gaat dan ook niet alleen om monitoringspunten als we het over de KW hebben, maar ook over de rand van de mengzone. En de emissietoets is gewoon zo opgebouwd dat het modelmatig inzichtelijk maakt. Met een bepaalde concentratie krijg je op dat punt die concentratie. En wat Paul ook aangaf, het is het uitgangspunt. Dus als het in bepaalde situaties wat minder goed werkt, is er geen taboe op een andere methodiek. Maar dat hangt heel erg samen met wat Simon in het begin zei, van je moet er rekening mee houden. Ja, dan mag je soms wel afwijken. Maar het doel wat erachter zit, het handboek is een hulpmiddel, maar het doel wat erachter zit, is die toets aan die norm op die rand van die mengzone. Dus dat moet je op de een of andere manier inzichtelijk maken. Handboek en mistoets kan dat. Als je een andere methodiek nodig hebt, ook prima. Maar je moet gewoon weten, wat gebeurt er op die rand van de mengzone met die norm? Overschrijd ik hem, dan moet ik wat doen. En anders, dan zit ik safe. Hielke van den Berg, adviesbureau Touw. Hier wordt het over de emissietoets gezegd. Van, er is heel veel bekend, heel veel duidelijk. Als ik kijk naar de sessies van vanochtend, hoor ik in de eerste presentatie dat het vaststellen van de uitvoering van de emissietoets met welke uitgangspunten heel essentieel is. Dat staat niet heel duidelijk in het handboek emissietoets. Komt daar nog een verduidelijking op? En ten tweede hoorden we bij de presentatie van Rijkswaterstaat dat zij ook Deltares hebben benaderd om gegevens aan te leveren, zodat zij zelf een correcte emissietoets konden uitvoeren. Dat neigt ernaar dat dat dus nog niet standaard in de emissietoets webapplicatie staat. Dat koppelend aan jullie verhaal dat je 300 nog wat emissietoetsen wil gaan uitvoeren. Ja, het valt of staat de uitkomst bij de uitgangspunten. Zit daar nog in de toekomst een verbetering in het handboek of zoiets aan te komen? Ja. Ja, twee dingen. De ene is, zit er een verbetering in het handboek aan te komen? Ja, daar wordt op dit moment aan gewerkt. Dus er komt een nieuwe versie, die wordt op een gegeven moment vastgelegd. Nou, die zal ook het uitgangspunt zijn voor dit verdere werk. Want die emissietoets die is al zo goed als klaar, die uitwerking daarvan. En tegelijkertijd zeg je van ja, er zijn best wel veel onduidelijkheden of discussies soms nog over hoe je die emissietoets uitvoert. En wat denk ik belangrijk is, en daarom gaf ik ook aan van hey jongens, we hebben in het beginsel hebben we een traject waarin we gaan kijken van hoe gaan we dit project nu goed vormgeven? Voor welke stoffen gaan we dat doen? Welke uitgangspunten gaan we nemen? Dat is dus een heel belangrijk deel van de discussie, want daarin ga je eigenlijk die uniformiteit waarborgen. En wat je daarna gaat doen is dat je gewoon een partij van de markt of van een waterschap, of wie dat dan ook kan doen, een opdracht geeft en gaat zeggen, nou jongens, ga nou maar stempelen, we gaan nou maar die toetsen elke keer op dezelfde manier doen en kijken wat eruit komt. Maar ik ben het helemaal met je eens, dat voorwerk om die uitgangspunten goed te bepalen, die is wel heel belangrijk. En overigens denk ik ook dat er dat er inderdaad wel discussie is op sommige momenten, maar dat het ook heel vaak dan die uitzonderingssituaties zijn, waarbij je zegt van nou, in een normale situatie of in heel veel situaties kan je hem eigenlijk gewoon prima uitzoeken, en dat we dan heel vaak in het gesprek de uitzonderingssituatie ook een beetje gaan opzoeken om daar de discussie over te voeren. En dat is heel goed. En tegelijkertijd op heel veel plekken kan je hem gewoon al gebruiken. Want voor het. Ja, op Rijkswater. Nee, laten we daar op Rijkswater. Het is natuurlijk ook een model wat zich al heel erg bewezen heeft. Want het bedrijfsleven, die moet hem al gebruiken, al tientallen jaren. Dus het is ook niet zo dat het een nieuw concept is. Alleen voor een deel van de RWCT's is het nog wel een nieuw concept, omdat het gewoon nog niet gedaan is. Nog twee vragen, eentje helemaal links in de zaal en dan nog eentje hier rechts in de zaal. Ik zie twee handen, maar bij Cora waar ze zo naartoe. Ja, goedemiddag, ik ben Peter Paul Verbrugge van het deelstroomgebied Rijn-Oost. En ik ben benieuwd hoe jullie aankijken tegen een element van wat de vorige spreker, mevrouw Van Dorpen van Aquafin, naar voren bracht. Die kijkt naar die zuiveringsinstallatie, maar ook naar de daarachter of aanleverende bedrijven, industrie en bewoners. En ik hoor jullie steeds praten over de bron. Ik noem het maar even zuiveringsinstallatie. En ik ben benieuwd hoe jullie aankijken tegen de aanpak die bij Aquafin gebruikt wordt. Ja. Ja, dat is goed dat je het aangeeft. Want dan kunnen we dat is een goede vraag, want dan kunnen we die ook verduidelijken. In de emissietoets ga je altijd neem je de achtergrondconcentratie mee. Dus je gaat uit van de achtergrondconcentratie van het ontvangend, wat al in het ontvangend oppervlaktewater zit. Dus daar zit alles in wat bovenstrooms al gebeurd is. En op basis daarvan ga je kijken van oké, en wat voegt
een emissie, waar dan ook, daar dan aan toe. Dus al die andere invloeden die bovenstrooms plaatsvinden, die neem je mee in die emissietoets op het moment dat je het gaat doen. Dus ik denk dat Peter Paul bedoelt van niet alleen bovenstrooms, maar in de waterketen. Hè? Dus niet alleen naar de zuivering kijken als interventiepunt, maar ook andere punten voor de zuivering. Nou, goed, ik denk dat als je gaat kijken naar, en dat zat volgens mij ook een beetje in de presentatie, het project om inzicht te krijgen met de emissietoets is bedoeld om dus het zicht te krijgen van waar staan we nu. Daarna ga je kijken, oké, en wat is dan je handelingsperspectief? En dat zit in de hele keten, vanaf de zuivering tot helemaal, nou, het allereerste begin bij het ontwikkelen van stoffen voor producten. Dus daar heb je alle ruimte om terug te kijken, maar het begint eerst wel met het inzicht om te kijken, waar hebben we het? Waar ligt er nog een opgave? En dan kan je vervolgens kijken van, oké, hoe kunnen we daar het beste inzicht in bieden? En dat is zeker nadrukkelijk niet bij voorkeur gelijk de RWZT. De gevoeligheid over de RWZT dus, als bron wordt breed herkend volgens mij in deze zaal. Laatste vraag. Ja. Erik Daan, provincie Zuid-Holland. Maar ik ga even terug naar mijn verleden. Ik ben ooit 36 jaar geleden begonnen bij het ministerie heel van... Heel kort, hè? Want, ik ga heel kort. Maar toch even voor de timing. 36 jaar geleden begonnen bij het ministerie van Vrom, economenafdeling. Ten tijde van het eerst NMP. Toen ging het al over inderdaad de fosfaat- en stikstofverwijdering. En economen stellen al twee vragen. Wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Dan heb ik één vraag. Volgens mij komt die tot dusver niet of nauwelijks aan de orde. In de herziende richtlijn zit volgens mij producentenverantwoordelijkheid. Hoe snel gaat INW dat uitwerken? Dat, cru gezegd, de geldstromen vanuit de farmacie en de andere club binnenstromen. Ja, dan gaat het misschien allemaal wat sneller. Nee, maar ga je dat al doen? Ga je dat zo meteen vertellen? Nou, ik ga daar wel iets over vertellen, maar ik kan natuurlijk niet vertellen wat jullie als ministerie allemaal gaan doen. Dus okay. misschien Eke zit ook in de zaal, misschien dat die antwoord kan geven. Nou, dan het grote afschuiven. Ja, nee. lastige vraag. Dan doe ik hem ook. Michael gaat zo meteen iets vertellen over de voortgang van de richtlijn stedelijk afvalwater. Die gaat naar het eind van dit jaar, wat ons betreft, hopelijk vastgesteld worden. Dan hebben wij 4 jaar de tijd om die UPV verder vorm te geven en dan zou die ingaan. Dus dat zou wat ons betreft zou dat de timing zijn. Als je daar nou zeg maar echt heel veel meer over wil weten, dan zitten 2 rijen achter jou, zeg maar, zit Eke, en die gaat het doen. Dus iedereen naar Eke toe, als je daar vragen over hebt, zij gaat dat verder vormgeven. Dus heel collegiaal, allemaal en Michael gaat er nu zo meteen iets over vertellen. Jasper en Paul, dank jullie wel voor jullie presentatie en de beantwoording van de vraag.